net gewoon niet lang genoeg gekeken. Want als ik dit zo hier inzet... Ja, ja, ja. Kijk nou eens even, mensen. Holy shit. Ik heb het dus wel goed gedaan. Aha. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag lekker verder met Sky Factory. Heb jij er zin in? Klik alvast even op dat duimpje omhoog. Als jullie nieuw bent, abonneer. Welkom. Natuurlijk komt er vanmiddag ook nog een extra aflevering online van Sky Factory. Dat is natuurlijk om 12 uur. Ondertussen deze ook even aan. En voor de rest moet alles wel goed gaan komen. Ik zag onder de aflevering van 22 maart staan dat Andy had gezegd... Duffy, maak voor de interface 4 speed upgrades en 1 stack upgrade. En maak, een item conduit nog 14, of, en maak voor de item conduit nog 14 meer speed upgrades. Je kan in totaal 15 speed upgrades in een item conduit doen. En ik zou je zeggen, dan gaat het snel. Vooral als je nog die 4 speed upgrades in en 1 stack upgrade maakt. Ja, we gaan even kijken wat hij daarmee bedoelt. We gaan eventjes namelijk indiepen nu upgrade. En we gaan eens even kijken. Want ik neem aan dat hij het heeft over deze upgrade. Of niet? Nee, dit is een item conduit upgrade. Power capacity upgrade. Nee, 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 nee. Even kijken. Welke heeft hij het dan daadwerkelijk over? Want er zijn dus nog andere upgrades. Oh, zou het misschien deze zijn? Misschien gewoon dit soort upgrades. Aan de andere kant denk ik van, dat kan toch bijna niet. Of misschien deze. Misschien is dit wel gewoon zo'n upgrade die bedoelt. Zullen we eens kijken of dat erin kan? Ik heb eigenlijk namelijk geen idee of dat überhaupt kan. Ik meen me te herinneren. Die hebben we... Jawel, die kunnen overigens... Ja, die kunnen er wel in. We hebben natuurlijk dat... Wacht, laten we eens even eentje uit gaan pakken. Ik ben toch even benieuwd of dit misschien kan. Ik heb eigenlijk namelijk geen idee. Hallo, kan ik deze hier inzetten? Nee, dat kan niet. Oké, dus dat kan in ieder geval niet. Ja, wist ik veel. Ik bedoel, ja, als ze dan toch bezig zijn, kan ik net zo goed natuurlijk alles maar even testen. Oké, dat is dus in ieder geval niet. Het is dus echt daadwerkelijk een andere. Dan ga ik gewoon even typen wat hij zei. Dus je maakt voor de interface een 4 speed upgrades. Maar bedoel je dan misschien 4 van D? Dit is ook nog een speed upgrade. Increase production and speed. Hold shift for stack info. Misschien deze. Hold shift for info. Works on crafting tables, furnaces, cruisers en alloy smelters. Maar... hold control voor... Maar zij doen nog waar die van bij hoort. Hij hoort bij refined storage. Extra ulties, ender IO. Oh, wacht. Misschien is dit hem wel. Dit is een speed upgrade. Dit is letterlijk wat hij zegt. Maak 1 stack speed upgrades en maak voor de items nog 14 meer speed upgrades. Misschien bedoelt hij daadwerkelijk deze wel. Wat moeten we hiervan maken? Oké, dan. We kunnen hier eventjes naar gaan kijken, mensen, of we dit misschien kunnen craften. Misschien is dit wel gewoon wat hij bedoelt. Eens even kijken hoor. We gaan even eens van eentje gaan we even craften. We hebben dat daarvoor nodig. We hebben ervoor nodig redstone en we hebben er nodig voor sugar. Dus we hebben sugar, ja. We hebben ook redstone natuurlijk. Oh, dan moeten we weer aanklikken. Redstone. Oké. En dan, hoppatee. Dan gaat dit nu dus even maken. Dat gaat heel eventjes duren, mensen. Dat weten ze ook allemaal. Maar dat zij zo. En als dit zo meteen klaar is, dan hebben we dus een bepaalde speed upgrade. Dit is hetgeen in ieder geval wat hij zegt, maar hij zegt, maak er een stack van. Dus ik weet niet of je een hele stack van kunnen douwen dan, maar goed. We gaan deze ondertussen dan even... hier komen. Kunnen we deze niet nu erin zetten of zo? Nee, ook niet. Misschien als we een basic upgrade erin doen en dan dit ding? Nee, maar dan gaat hij die natuurlijk eruit halen. Thinking emoji, mensen. Thinking emoji. Even kijken, want ik ga nog één keer zijn reactie oplezen. Duffy maakt voor de interface 4 speed ups en 1 stack upgrade. Maar de interface, dit is de interface, right? Dit is de interface. Never mind, dit is de interface. Maar, kunnen we die dan misschien, hierop zetten? Oh, wait a second, dit is de interface natuurlijk. Oh, wait a second, hij heeft het letterlijk over de interface. Maak 4 speed upgrades. Wait a second. Ho. Oh, dit kan dan weer niet erin. Vind ik dan weer jammer. Dat kan er weer niet. Maar misschien dat hij dit wel bedoelt. Ik heb eigenlijk maar geen idee natuurlijk of dit het is. En nou is het zeg maar zo, mensen, dat wij dat even in game mode gaan checken. Hoor ik denk, Duffy, waarom? Nou, dat is heel simpel. Kijk, we gaan dit gewoon even nu... Dit is niet eens stekbaar. Als dit nu hier inzetten, gaat dit nu dan ook daadwerkelijk sneller? Nee, dat gaat het niet.
dat gaat het niet. We gaan deze overigens allemaal weer wegdoen. Diegene die we natuurlijk net hebben ingespand. Dat is het dus niet. Ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd. Iets wat super makkelijk is. Waarvan ik denk van, nou, ik zie het niet. Maar goed, deze gooi ik netjes weg. Want die heb ik natuurlijk niet. Dit is natuurlijk wel hetgeen. Omdat dit natuurlijk het vol zit. Daardoor gaat het natuurlijk ook zo langzaam. Omdat dit dus heel langzaam wat dat betreft hier dus dan weer ingaat. Dat is dus nu zeg maar het hele probleem. Want je ziet hoe snel dit ding inderdaad nu vol loopt. Daar heeft het dus nu mee te maken. Duffy, maak voor de interface 4 speed upgrades en 1 stack upgrade. Upgrade speed. Ja. Dit is dan wel weer een speed upgrade. Laten we dit ding ook gewoon even craften. Ik heb werkelijk maar geen idee wat het doet, wat het is, mensen. Ik probeer ook maar gewoon wat er staat. Ik bedoel, ik heb ook niet meer informatie hoe en wat allemaal. Dus don't judge. Dit kunnen we ook niet eens inzetten, dus dat kan ook al niet. Wat op zich logisch is, want ik wist natuurlijk al dat het stond van crafting alles erop en eraan. Dus dat kon al niet, maar goed. Item can do the speed upgrade. Nou dan weet ik het ook niet. Ik weet het oprecht niet. Ik heb dit ding in ieder geval hier neergezet. Maar goed, dat gaat inderdaad ook niet. Het gaat niet sneller erin. Daarmee volgens mij ook niet langzamer. Dus het boeit eigenlijk helemaal niks. Compare damage. Compare redstone mode. Only works without redstone. Ignore. Only work without. Nee, dat maakt voor mij ook voor de rest helemaal niks uit. Ik heb werkelijk maar geen idee of ik dit zo goed heb gedaan. Want wat ik zeg, ik loop hier gewoon te stunten met alles erop en eraan. Nee, ik heb werkelijk maar geen idee wat ik zojuist heb gemaakt. Overigens, als er reacties over worden achtergelaten, kan ik die pas maandag lezen, dinsdag. In ieder geval, deze video is allemaal vooruit opgenomen. Dus ik kan, als de tips worden achtergelaten van Duffy, je moest het zo en zo doen. En het wordt niet meteen morgen gedaan, wat ik allemaal. Dan weet je ervan waardoor dat komt. Want daar heb ik dan geen tijd voor gehad om dat te doen. Maar dit is natuurlijk wel een probleem. Kunnen we niet meerdere interfaces hierop gaan aansluiten? Thinking emoji. Interface. Een interface. Dat is dan gewoon deze. Right, dat is die. Ja, dat is deze. Oké, wat hadden we hiervoor nodig? Oh, natuurlijk. Hebben we dat? Nee, dat hebben we niet. Want wat missen we hier nou weer voor? We missen ervoor. Dit missen we. Kunnen we dit even craften? 1, 2, 3, 4, 5. Zo. En dan 1, 2. Oké, top. Dan hebben we die alvast. En dan nou gewoon zo. Nee, want dan... Oh, dit is een andere. Ah, natuurlijk. Dit is een andere. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk kan, weet je? Ik bedoel, had ik ook gedaan als ik jullie was. Is waar ook dat het inderdaad een ander is. Zo. Oké, we hebben er even iets extra van gemaakt. Want het leek me wel even handig dat we die sowieso hebben. Flikker die er ook in. En dan nou... Zo, oké, there we go. Nu is natuurlijk de vraag, gaat het werken met een extra interface erop? De ja of de nee, want we hebben deze nu hier. Wat ik dan wil gaan doen is natuurlijk de... deze wil ik hier dan natuurlijk weghalen. Deze item... Deze wil ik gewoon... Oh nee, dat maakt helemaal niet uit. We gaan deze gewoon lekker op disable zetten, zo. En dan pakken we dus nu een item conduit. En als we deze nu eventjes hier op gaan zetten. En dan ervoor zorgen dat letterlijk alles wordt extract... Always. Wat heb ik hier überhaupt allemaal in zitten? Gewoon een power-up alleen. Always active. Power-up erop. En deze moet dan natuurlijk ook nog wel even aan op de insert mode. Ja, dat gaat ook. En ruimt dit dan ook daadwerkelijk op? We gaan deze nu weer eventjes uitzetten. Ja. Dat gaat hij dan ook nog eens een keer doen. Dus we hebben het nu eventjes gesplitten op 2. Nee, dit is niet... de manier hoe het moet. Oh, dit ding werkt natuurlijk nu niet meer wel. Gaat dit nu hier niet meer aan werken? Omdat ik dit ding... Nee. Dit moet aan de onderkant... Oh my god. Ja, dit is in ieder geval niet de manier hoe het moet. Ik weet het, mensen. Maar het werkt wel voor nu en dat is belangrijk. Dus ja, bananen, milkshakes of vlee. Flikker deze erbij, hoppatee. Dan gaat deze in ieder geval ook nog worden leeggezogen op deze manier. Deze op deze manier. En dan, dit moet ook om worden weggewerkt. Dan weet ik het allemaal. Dit is in ieder geval niet hoe het moet. Ik weet het, wat ik net zei. Ik heb op dit moment geen idee. Ik heb ook niet verder informatie. Dus als ik het oplees, Duffy, maak voor de interface 4 speed upgrades en een stacked upgrade. Maak voor de item dus nog 14 speed upgrades. Je kan het al 15 speed upgrades in een item conduit doen. Dat dus. Maar als we dan nu deze erbij pakken. Deze. Kunnen we die dan...
Dus dat, op die manier kan dat wel. Goed, weten we dat in ieder geval wel. Dan kunnen we in ieder geval sowieso meer speed upgrades erin gaan zetten. Het enige probleem dus is dat ik dus hier nu geen upgrade voor heb. Dus eigenlijk moeten we even gaan kijken nu op Google. Speed upgrade interface Sky Factory. Refined storage speed upgrade. Ja, dat zijn dus wel die dingen die ik dus heb gemaakt. Of gemaakt. Nou, overal komt deze in ieder geval wel voorbij. Dat dit hem is. Maar ik heb niet het gevoel dat het daardoor sneller gaat. Wat is dit? Dit is een Sky Factory 3 speed upgrade. Maar ga je dit dan ook in die video doen, bruh? Show me the goodies. Wat ga je hier craften? Dat boeit me niet wat je hier craft. Go. Het antwoord is, hij heeft een crusher. Dat maakt me ook niet uit dat je een crusher hebt. Nou, hij laat niet zien wat ik zoek. Goed. Aan de andere kant, mensen, we gaan gewoon de voordeel van de twijfel doen, wat dat betreft. En we gaan nog wat extra van die speed upgrades craften. Gewoon just to be sure. Dit is in ieder geval wel degene die erin hoort, om zo maar te zeggen. Waar is die nou? Deze. Deze en dan deze. We hebben natuurlijk nu, we hebben nog iets nodig. We hebben er totaal 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 nog van nodig. Zo. Dan hebben we nodig redstone en sugar. Sugar. En redstone. Zo. En dan gaan we die gewoon allemaal erin douwen. Volgens mij, wat ik zeg, werkt het niet. Maar we douwen het gewoon heel braaf erin. En we hopen gewoon dat het ooit sneller gaat. Maar wat ik zeg, voor mij werkt het helemaal niet. Dit is in ieder geval de upgrade waarom het gaat. Want er is geen andere upgrade die erin kan. Gek genoeg, volgens mij. Want ik heb net dingen allemaal getest. Maar ik ben achter niks gekomen wat er in ieder geval in kan. Dus ja, dan douwen we deze ook nog maar braaf erbij in. Maar ik heb niet echt het idee dat het... Of gaat het nou wel sneller? Wait a second. Dit ziet er behoorlijk smooth uit, hoe snel dit nu in ieder geval aan het leeglopen is. Ja, wait a second. Voor mij doe ik het gewoon goed. Voor mij heb ik gewoon net gewoon niet lang genoeg gekeken. Want als ik dit zo hier inzet... Ja. Kijk nou eens even, mensen. Holy shit. Ik heb het dus wel goed gedaan. Aha. Oké dan. Zo, moet je zien. Wow. Holy shit. Oké dan. Ik dacht dus dat ik het niet goed had gedaan. Maar jawel. Moet je zien, joh. Hoe snel dit nu gaat. Oh, joh. Nou, hebben we dat in ieder geval ook weer opgelost. Ik had het dus wel goed. Sorry voor mijn geklaag en gezoek en weet ik het allemaal. Maar ik speel natuurlijk ook Sky Factory voor de eerste keer. Maar het werkt in ieder geval nu wel. Wauw. Deze mag natuurlijk hier alvast even op. Wauw. Dit gaat echt heel rap nu. Holy shit. En wat we dus ook nog kunnen doen is dus per dingetje kunnen wij dus nog uiteindelijk ook zelfs nog 15 item conduits erin flikkeren. Nou, dat is veel. Believe me, dat is echt veel. Of in ieder geval 15 speeders per ding. Holy shit. Hoe zie je, joh? Nou. Niet te doen dit. Holy shit. Holy moly. Dit gaat zo hard nu. Moet je dit ook zien, hè? Mensen, dit is dus letterlijk real-time hoeveel supplies er binnenkomen. Wow. Damn, ik maak een screenshot, dat wil ik helemaal niet. Nee, maakt helemaal niet uit. Deze daar komt dus ook erbij in, hoppatee. Damn. Oh my fucking god, dit is episch. Zo. Deze kist is gewoon leeg, moet je nagaan. Hij is gewoon leeg. En deze is natuurlijk nu nog kaart aan het werk om die ook leeg te krijgen. Holy shit, dankjewel Andy voor het achterlaten van deze tip. Ik wist helemaal niet eens dat kon. Niet dat het... Laat ik zo zeggen. Ik wil bijna zeggen niet dat het nodig is. Omdat natuurlijk uiteindelijk is dit denk ik overkill. Omdat het natuurlijk, er komt niet zo heel veel in. Maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want uiteindelijk kunnen we eigenlijk dus... Waar het nu op neerkomt, mensen, is als volgt. Wij kunnen eigenlijk gewoon het net zo goed zo doen. En deze weghalen. En dan letterlijk alles via de oranje kist laten gaan. Want... We hebben voor de rest helemaal niks anders meer nodig. Omdat dit dus nu zo rap gaat, is deze hele kist is gewoon overbodig. Want wat ik zeg, alles wat hier nu inkomt, wordt nu zo snel hierdoor weggewerkt. Dat wij hoeven geen extra kisten meer te maken. We kunnen alles hierop aansluiten. En het gaat gewoon allemaal door en door. Holy shit. Dankjewel Andy. Wederom weer eens een keer voor een reactie achterlaten waar wij weer enorm veel aan hebben. Want...
Deze kist ga ik dadelijk weghalen natuurlijk wanneer die klaar is. En dan gaat dit allemaal door. Hoewel, dat kan ik trouwens om 12 uur wel doen. En dan kunnen we natuurlijk ook nog doorgaan met dit allemaal aan te sluiten. Want we zijn er nog steeds niet, mensen. Ik hoop in ieder geval dat we om 12 uur veel progressie kunnen boeken. Met dit ook even allemaal aan te gaan sluiten. Heel rap. Want je ziet hoeveel supplies hier allemaal nog in zitten. Ik was een beetje in paniek van oké, hoe ga ik alles hier nou weer uitkrijgen? Moet ik allemaal kisten neerzetten? Dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Dit werkt gewoon meer dan goed. En uiteindelijk wat we dus nog gaan doen is we flikkeren daar gewoon nog eventjes wat. In ieder geval bij al die dingen nog wat extra item speed-up dingen erbij in. En het gaat allemaal extreem snel. Wauw, wie had dat gedacht? Ik niet. Want hier flikkeren we dus even wat extra op en dan gaat het super snel. Wat een. Wat een geweld, laat ik het zo zeggen. Wat een geweld. Deze kan ondertussen dus nu weg. Deze interface kan ook weg hebben. Oh nee, we hebben de solder hier kapot gesloopt. Oh nee, die moeten we eens naar terug zetten. Zo. We hebben nu al een extra interface gemaakt, maar nou ja, dat boeit me niet zo heel erg veel. We hebben ook nog die dingen nu over, maar weet je wat ik zeg, dat boeit me echt helemaal nul. Dat boeit me echt helemaal gewoon nul. Deze zou lekker de been gaat nog sneller. We gaan nog 12 uur verder. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk even allemaal dat duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom en mensen. Tot vanmiddag.